Ieder jaar, in het laatste weekend van oktober, gaat de wintertijd in. En dus ook deze komende zondag is het weer zover. Om 3 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggezet. In de jaren 70 is om economische redenen de zomertijd ingevoerd. De wintertijd is dus eigenlijk onze standaard tijd en past het best bij onze interne biologische klok. Die biologische klok regelt ons slaap-waakritme, maar heeft ook invloed op de bloeddruk, lichaamstemperatuur en hartfrequentie. Onze interne klok is afgestemd op daglicht. En het is fijn als deze samenloopt met de daadwerkelijke tijd. Als deze niet synchroon lopen, dan functioneert het lichaam niet optimaal. Een ander effect van de wintertijd merken we in het verkeer, met name tijdens de ochtendspits. We hebben dan lang te maken met een laagstaande zon en dat kan heel erg hinderlijk zijn. Voor de avondspits is de wintertijd misschien juist wel gunstig. De zon gaat dan vroeg onder en het drukste gedeelte van de spits moet dan nog beginnen. Ondanks dat we nu in ons natuurlijke ritme terechtkomen, krijgen sommige mensen een winterdip. Maar dat staat los van de overgang zomertijd-wintertijd. Een winterdip is gekoppeld aan een tekort aan daglicht. En dat is logisch, want de dagen worden veel korter in de winter.